tanden wisselen. Hoi, ik ben Lisa. Leuk je te ontmoeten. Voordat we naar mijn vriendjes gaan, moet je eerst een naamplaatje maken. Hoe heet jij? Vul je voornaam in door op de letters op het scherm te klikken. Maak je geen zorgen als je de verkeerde letter klikt. Dan klik je gewoon hier. Dan verdwijnt de foute letter weer. Als je klaar bent, klik dan op het groene vinkje. Als je niet verder kunt, klik dan op mij. Klik nu op een plaatje voor op je naamplaatje. Geweldig! Zo ziet je naamplaatje eruit. Of klik hier als je een ander plaatje wilt kiezen. Goed zo! De volgende keer dat je Leer het Lekker Zelf speelt, hoef je alleen maar op je naamplaatje te klikken. Dan kun je meteen beginnen met spelen. We zijn bij Tim thuis in de badkamer. Jij mag ook meedoen. Hoi, we zijn bij Tim thuis in de badkamer. We zijn ons aan het wassen en poetsen onze tanden. Wat is er, Tim? Wil je nog wat tandpasta? Ik denk dat hij te veel tandpasta in zijn mond heeft. Ik probeerde te zeggen dat ik deze smaak tandpasta erg lekker vind. Welke smaak is het, Tim? Aardbeien. Ik ga deze tandpasta met frambozensmaak proberen. Oeps. Hallo allemaal. Dat was geluk hebben, Mies. Je zou bijna naar frambozen smaken. Waar heeft Lisa het over? Over Olly. Hij spoot de tandpasta per ongeluk op de deur. Maak je er geen puinhoop van, Olly? Ik zal het schoonmaken. Hoe gaat het met jou, Mies? Oh, goed hoor. Ik ben net bij de tandarts geweest voor een controle. Ik heb een sticker gekregen omdat ik zo'n grote meid was. Een van mijn melktanden is eruit. Nu komt er op die plaats een nieuwe tand door. Doet het pijn? Een beetje. Ik eet liever geen harde dingen zoals appels of snoepjes. Jeetje, ik zou niet zonder mijn snoepjes kunnen. Je weet toch dat ze slecht zijn voor je tanden? Ja, ik probeer er niet zoveel te eten. En ik poets mijn tanden tenminste 2 keer per dag. Als je de tandpasta tenminste goed op je tandenborstel krijgt. Haha! Heb je al rondgekeken in de badkamer? Er zijn heel veel spelletjes en verrassingen. Klik maar eens rond. Wil je eens in de spiegel kijken? Wil je gewassen worden? Heb ik mijn tanden al wel 100 keren gepoetst. Maar mij maakt het niet uit. Ik hou van grote getallen. In mijn spel ga je hele grote getallen optellen. Het is tijd om je tanden te laten zien. Het is tijd om je tanden te laten zien. Hallo. Als je van iemand een leuke foto wilt maken, dan vraag je of hij of zij even wil lachen. Dan staan ze lachend op de foto. Probeer maar eens. Zeg, even lachen. Ik ben vaak vrolijk, dus ik lach heel vaak. Mijn spel gaat over een enorme glimlach. Die heeft sommen op zijn tanden. Tel de cijfers op de bovenste rij tanden op bij de cijfers op de onderste rij. Als je antwoord goed is, zie je dit. Maar als je antwoord fout is, dan krijg je dit. De getallen in de sommen zijn best groot. Je kunt het beste eerst de cijfers aan de rechterkant optellen. Dat zijn de enen, of eentallen. 3 + 1 = 4. Tel dan de cijfers aan de linkerkant op. Dat zijn de tientallen. 1 + 2 = 3. 3 tientallen = 30. 30 + 4 = 34. Dus 13 + 21 = 34. Ik klik op de antwoordknop 34. Is het goed? Ja! Voordat je gaat beginnen, wil ik eerst weten hoe goed jij kunt tellen. Als je wilt beginnen met simpele sommetjes, klik dan op de blauwe knop. Maar als je meteen de hele moeilijke sommen wilt doen, klik dan op de oranje knop.
Als je 6 supersommen hebt gemaakt, geef ik je een puzzelstukje. Oké, lachen maar. Hier is de eerste som. 38 plus 0. Klik op het antwoord. Dat klopt. 38 plus 0 is 38. Nog eentje. 17 plus 11. Weet je het antwoord? Dat is helemaal goed. 17 plus 11 is 28. Geweldig! Hier is nog een lachende som. 33 plus 11. Hoeveel is dat samen? Dat is helemaal goed. 33 plus 11 is 44. Waarom poetst een slang nooit zijn tanden? Omdat hij zijn tandenborstel niet kan vasthouden. Geweldig! Hier is nog een lachende som. 18 plus 11. Weet je het antwoord? 18 plus 11 is 29. Nog eentje. 21 plus 12. Klik op het antwoord. 21 plus 12 is 33. En hier is de laatste som. 11 plus 10. Hoeveel is dat samen? 11 plus 10 is 21. Wauw, je hebt alle 6 de sommen goed. Omdat je zo'n vrolijke sommen-expert bent, verdien je een puzzelstukje. Wil je nog meer rare sommen met me maken? Klik op mij om het spel nog een keer te spelen. Welkom bij de puzzel. Heel veel plezier. Kijk, we kunnen een nieuwe puzzel maken. Het is een laboratorium waar rare proeven worden gedaan. Kijk, dit puzzelstukje is klaar om op zijn plek gelegd te worden. Waar denk je dat het stukje hoort? Leg het op zijn plaats. Past precies. Kijk eens of je nog een puzzelstukje kunt vinden. Je moet nog 3 puzzelstukjes winnen. Hé, hallo. Auw. Wat is er, Mies? Het is mijn nieuwe tand. Die komt door. Soms doet het een beetje pijn. Heeft de tandenvee je melktand al meegenomen? Ja, ik had mijn melktand 's nachts onder mijn kussen gelegd. De volgende morgen was hij weg. De tandenvee heeft er een muntje voor in de plaats gelegd. Wauw. Denk je dat de tandenvee dat met al onze melktanden doet? Ik weet het niet. Misschien maakt ze een grote tandenketting. Misschien plant ze in de grond, zodat er nieuwe tanden gaan groeien. Heb jij tanden in de grond geplant, Lisa? Nee, Tim. Hoezo? Omdat je een grote moddervlek op mijn handdoek hebt gemaakt. Sorry, Tim. Ik was in de modder gevallen toen ik aan het skateboarden was. En wie heeft deze plas op de vloer gemaakt? Ik had te veel water in de wasbak gedaan. Toen spatte het water over de rand. Wij worden wel schoon, maar je badkamer wordt een zooitje. Ik moet nog steeds de tandpasta op de deur wegpoetsen. Oh jeetje! We moeten de badkamer maar eens schoon gaan maken. Terwijl we daarmee bezig zijn, kun jij in de badkamer rondkijken. Er zijn veel spelletjes en verrassingen te vinden. Als het water te koud is, als je een douche of bad neemt, dan zeg je misschien brrr. Ik heb een spel met woorden die beginnen met brrr, grrr en vr. Als je de goede woordeinden vindt, maak je een paar kleine monsters blij. Klik op mij om hongerige monsters te spelen. Briljant! Heb je zin om een paar griezelige en grommende woordmonsters te leren kennen? Dit is Grompie. Hij is uit zijn hum, omdat hij een woordeinde kwijt is. Kun jij dat voor hem vinden? Grrr. In dit spel ga je woorden afmaken. Dan worden Grompie en zijn vriendjes weer helemaal vrolijk. Dit is de kleur grijs. Grrr. Grompie weet hoe het woord grijs begint.
Het begint met een grrr. Grrr. Maar hij weet niet wat erachter hoort. Kun je hem een handje helpen? Klik op het juiste woordeinde om het woord grijs te maken. Hier. Dat is goed. Grijs. In mijn spel kom je verschillende griezelige grapjassen tegen. Maar eerst wil ik weten hoe goed jij bent met woorden. Als je gruwelijk goed bent met woorden, klik dan op de blauwe knop. Maar als je grenzeloos goed bent met woorden, klik dan op de oranje knop. Als jij van 6 woorden het juiste woordeinde hebt gevonden, dan krijg je van mij een puzzelstukje. Oké, hier komen de monsters. Dit is Troefje. Trrr. Ze heeft hulp nodig bij het woord 3. Klik op het woordeinde dat bij dit woord hoort. Heel goed. 3. 3. Dit is Kraki. Krrr. Kun jij voor hem op zoek gaan naar het woord krant? Klik op het juiste woordeinde om het woord af te maken. Goed hoor. Krant. Krant. Dit is Brommy. Brrr. Hij heeft je hulp nodig met het woord bruid. Weet jij met welk woordeinde je het woord kunt afmaken? Goed gedaan! Bruid. Bruid. Deze chagrijnige monstertjes zien er wel gemeen uit, maar eigenlijk zijn ze best knuffelig. Dit is Grompie. Grrr. Hij is op zoek naar het woord grijs. Weet jij met welk woordeinde je het woord kunt afmaken? Grijs. Grijs. Dit is truffel. Trrr. Kun jij haar helpen met het woord trommel? Klik op het woordeinde dat bij dit woord hoort. Trommel. Trommel. Dit is Grompie. Grrr. Hij is op zoek naar het woord grind. Klik op het juiste woordeinde om het woord af te maken. Grind. Grind. Hoera! Je hebt 6 woorden afgemaakt. Omdat je zo grandioos bent met woorden, krijg je van mij een puzzelstukje. Wil je nog meer monstertjes vrolijk maken? Klik op mij om het spel nog een keer te spelen. Of klik op de thuisknop om terug te gaan naar de badkamer. Hallo! Deze puzzel is uitgevonden door een rare professor. Kijk, dit puzzelstukje is klaar om op zijn plek gelegd te worden. Waar denk je dat het stukje hoort? Leg het op zijn plaats. Dat is het. Kijk eens of je nog een puzzelstukje kunt vinden. Je moet nog 2 puzzelstukjes winnen. Hallo, de badkamer ziet er nu veel netter uit. Tim's badspeeltjes staan nu allemaal mooi op een rijtje. Tim, is er met al die speeltjes wel genoeg ruimte in het bad voor jou? Maar net hier. Maar in bad gaan is zo wel een stuk leuker. Wat is er, Lisa? Ik denk erover om mijn uiterlijk te veranderen. Wat vinden jullie? Dat is een goed idee. Wat wil je doen? Ik weet het niet zeker. Misschien kan ik mijn oren iets meer laten flapperen. En ik vind mijn neus een beetje te groot. Ik weet wel wat het probleem is met jouw neus, Lisa. Wat dan, Tim? Hij ruikt! Haha! Haha, nou Tim, volgens mij ruiken we allemaal erg lekker. Want we hebben ons gewassen en onze tanden gepoetst. Heb je kraakhelder plezier gehad in de badkamer? Klik rond om onze spelletjes te spelen. Er zijn ook allerlei leuke verrassingen verstopt. In de badkamer kun je je haar wassen, een bad of een douche nemen en je tanden poetsen. In mijn spel kun je Wendy helpen de weg te vinden in de badkamer. Klik op mij om wassen met Wendy te spelen. Kom mee en leer Wendy kennen. Hallo, dit is Wendy. Vandaag is ze in de badkamer. Ze moet heel veel doen. Wil je haar helpen? Eerst vertel ik je wat Wendy wil gaan doen. Dan vraag ik je waar ze dat moet doen. Klik dan op Wendy en breng haar naar de goede plek in de badkamer. Daarna vraag ik je om de dingen te zoeken die ze daarvoor nodig heeft. Als je ze ziet, klik er dan op. Als je Wendy 2 keer hebt geholpen, geef ik je een puzzelstukje. Oké, we gaan beginnen. Wendy wil haar haren wassen. Waar kan Wendy het beste haar haren wassen?
Wendy kan het best naast het bad gaan staan om haar haren te wassen. Wendy moet haar haren eerst nat maken. Waarmee kan ze dat het beste doen? Probeer nog maar eens. Wendy moet haar... Dat klopt. Je moet altijd voorzichtig zijn als je water uit de kraan laat lopen. Het hete water kan je pijn doen. Doe altijd eerst het koude water aan. Wendy maakt haar haren nat met water. Wat moet Wendy gebruiken om haar haren te wassen? Goed. Jij bent echt goed in dingen in de juiste volgorde doen. Wendy heeft shampoo nodig om haar haren te wassen. Wendy moet nu alle zeepbellen wegspoelen. Waarmee kan ze dat het beste doen? Jij bent echt goed in dingen in de juiste volgorde doen. Wendy kan haar haren uitspoelen met veel warm water. Wendy moet zich nu afdrogen. Wat heeft ze nodig? Jij bent echt goed in dingen in de juiste volgorde doen. Welk dier hoeft zich nooit te wassen? Een vis. Kom, dan gaan we nog iets doen. Wendy wil haar tanden poetsen. Waar moet Wendy haar tanden poetsen? Dat klopt. Wendy moet haar tanden poetsen aan de wastafel. Waarmee moet Wendy haar tanden poetsen? Goed, een tandenborstel. Je moet iets op de tandenborstel doen. Kun je raden wat? Goed gedaan. Jij bent echt goed in dingen in de juiste volgorde doen. Wendy heeft tandpasta nodig. Het is tijd om haar tanden te poetsen. Wendy is klaar met poetsen. Nu moet ze haar mond spoelen. Wat heeft ze nodig? Wendy moet dit glas eerst vullen met koud. Je moet altijd voorzichtig zijn als je water uit de kraan laat lopen. Het hete water kan je pijn doen. Doe altijd eerst het koude water aan. Ze moet haar mond nu spoelen met koud water. Wendy's gezicht is een beetje nat geworden. Hoe krijgt ze het weer droog? Jij bent echt goed in dingen in de juiste volgorde doen. Nog een veegje met de handdoek en we zijn helemaal klaar. Wat heb je schitterende tanden, Wendy? Omdat je haar zo goed geholpen hebt, vroeg Wendy of ik je een speciaal puzzelstukje wilde geven. Als je Wendy nog een keer wilt helpen, klik dan op de wastafel. Of klik op de thuisknop om terug te gaan naar de anderen. Welkom in het puzzellaboratorium. Kijk, dit puzzelstukje is klaar om op zijn plek gelegd te worden. Waar denk je dat het stukje hoort? Leg het op zijn plaats. Past precies. Kijk eens of je nog een puzzelstukje kunt vinden. Je hoeft nog maar één puzzelstukje te winnen. Snel, ga terug naar de badkamer en klik op Olly. Hoeveel tanden heb jij? Wist je dat een grote witte haai meer dan 3000 tanden heeft? Als je alles wilt weten over tanden, horens, slagtanden, snavels en geweien, klik dan op mij. Dan gaan we mijn spel spelen. Tijd om Wie mist wat te spelen. Hey, hallo. Ben je wel eens bij de tandarts geweest? Stel je voor dat je naar de tandarts moet en 3000 tanden hebt, net als de grote witte haai. Dat zou lang duren. Wist je dat dieren verschillende soorten tanden hebben? En dat ze die op verschillende manieren gebruiken. In mijn spel ga je de ontbrekende lichaamsdelen bij het goede dier zoeken. Eerst laat ik je een dier zien dat een slagtand, hoorn, gewei, snavel of tanden mist. Dan geef ik je een hint om het goede lichaamsdeel te vinden. Klik dan op de knop met het juiste lichaamsdeel. Als het goed is, krijgt het dier het lichaamsdeel terug. Als je 8 goede lichaamsdelen hebt gevonden, geef ik je een puzzelstukje. Probeer maar. Oké, hier is het eerste dier dat iets mist. Dit is een toucan. Kun je raden welk kleurrijk lichaamsdeel hij nodig heeft om te eten? Klik op een van deze knoppen om dit dier slagtanden, horens, tanden, een gewei of een snavel te geven. Je hebt helemaal gelijk. De toucan miste zijn grote oranje-zwarte snavel. Hij gebruikt het puntje van de snavel om voedsel mee op te pikken. Dan gooit hij zijn kop achterover en mikt het voedsel zo in zijn bek. Nu een ander dier. Dit is een rattenzwijn. Dit grappige dier mist 2 lange, scherpe, gebogen dingen.
Klik op de knop met het juiste lichaamsdeel. Goed gedaan. Dit rattenzwijn miste zijn lange, gebogen slagtanden. Laten we naar een ander dier kijken. Wat heeft deze vogel nodig om voedsel te zoeken? Klik op de knop met de slagtanden, de horens, de tanden, de snavel of het gewei. Je hebt goed gekozen. De eend had zijn snavel nodig. Eenden hebben brede, platte snavels. Aan de zijkant zit een soort kam. Daarmee vangen ze het voedsel. Nu een ander dier. Deze koe ziet er raar uit. Kun je raden wat er op zijn kop zou moeten zitten? Klik op een van deze knoppen om dit dier slagtanden, horens, tanden, een gewei of een snavel te geven. Correct. Deze koe miste zijn horens. Koeienhorens zijn hol, net als ijshoorntjes. Laten we naar een ander dier kijken. De hele kleine kolibrie zweeft tussen twee bloemen om nectar te verzamelen. Weet jij wat hij gebruikt om helemaal onderin lange bloemen te komen? Klik op de knop met het juiste lichaamsdeel. Je hebt helemaal gelijk. De kolibrie gebruikt zijn lange, smalle snavel om diep in bloemen te kunnen komen. Daar vindt hij nectar. Ook heeft hij een lange tong, waarmee hij nectar uit kronkelige bloemen zuigt, zoals de trompetbloem. Toet toet. Nu een ander dier. Wat een lawaaierige specht. Wat heeft hij nodig om zoveel lawaai te maken? Klik op de knop met de slagtanden, de horens, de tanden, de snavel of het gewei. Goed gedaan. De specht miste zijn snavel. Die gebruikt hij om in bomen te pikken. Dan maakt hij nesten in de stammen. Hij kan per dag wel 12.000 keer pikken. Wat een snelle vogel. Laten we naar een ander dier kijken. Deze walrus mist een stel lange dingen. Weet jij wat hij mist? Klik op een van deze knoppen om dit dier slagtanden, horens, tanden, een gewei of een snavel te geven. Je hebt goed gekozen. De walrus heeft twee hele lange tanden die naar beneden wijzen. Soms gebruikt hij zijn tanden als haken. Daar kan hij dan mee op een ijsschots klimmen. Nu een ander dier. Dit grappige diertje is een lepelaar. Hij mist geen mes of vork, maar wat mist hij wel? Klik op de knop met het juiste lichaamsdeel. Correct. De lepelaar miste een lange snavel. Het puntje van de snavel lijkt op een lepel. Om voedsel te vangen stopt hij zijn snavel in het water. Dan beweegt hij hem heen en weer. Het lepelpuntje vangt het eten op. Je hebt de goede delen bij de dieren gevonden. Omdat je zo slim bent, heb ik speciaal voor jou een puzzelstukje. Klik op dit dier als je mijn spel nog een keer wilt spelen. Hey, hallo! Welkom in de vreemde wereld van geheimzinnige proeven. Kijk, dit puzzelstukje is klaar om op zijn plek gelegd te worden. Waar denk je dat het stukje hoort? Leg het op zijn plaats. Dat is het! Super! Dit deel van de puzzel is klaar. Klik rond in het lab om te zien wat er gebeurt. En vergeet niet dat je in het volgende nummer van Leer het Lekker Zelf weer 4 nieuwe puzzelstukjes kunt vinden. Weet je zeker dat je met Leer het Lekker Zelf wilt stoppen? Klik op de groene knop om te stoppen. Klik op de rode knop om door te gaan. Tot ziens!